Iedereen heeft wel eens met werkdruk of werkstress te maken. En tot op zekere hoogte kan het ook geen kwaad. Tot op zekere hoogte. Want 1 op de 3 werkgerelateerde verzuimgevallen is het gevolg van werkdruk en werkstress. Misschien herkent u dit getal uit eigen ervaring. En anders zult u het vast en zeker bij een van uw collega's hebben gezien. Reden genoeg om dit probleem met beide handen aan te pakken. De eerste gedachte die we bij werkdruk en werkstress hebben, is om de hoeveelheid aangeboden werk te verminderen en het aantal werkende mensen op de werkvloer uit te breiden. Meer mensen die minder werk doen dus. Maar voor een gemiddeld bedrijf is dat geen oplossing. En u zal het niet helpen om meer plezier in het werk te krijgen. Om fluitend naar je werk te kunnen gaan, heb je energiebronnen nodig die je helpen om goed om te gaan met de gestelde taakeisen in het werk. Deze energiebronnen worden in het Engels weergegeven met het acroniem CAR. Competence, Autonomy en Relatedness. In het Nederlands, competentie, autonomie en verbinding. Bij competentie gaat het erom of we vaardig genoeg zijn om te voldoen aan de taakeisen die ons gesteld worden. Als dat niet zo is, zal de ervaren druk toenemen en de verschijnselen van stress zichtbaar worden. Als we bijvoorbeeld gevraagd worden om voor een groot publiek te zingen, zonder dat we goed kunnen zingen of goed bij stem zijn, zal al snel het angstzweet uitbreken. Autonomie slaat op de benodigde ruimte en verantwoordelijkheden die we in onze werkzaamheden krijgen. En ervaren we die ruimte en verantwoordelijkheden dan ook? Als bijvoorbeeld een buschauffeur bij een onverwachte wegblokkade niet in staat gesteld wordt om een alternatieve route te kiezen, ook al houdt hij daarbij rekening met de passagiers, zal dit bij de chauffeur veel frustraties en ergernis oproepen en dus veel werkstress. De verbinding tot slot geeft aan of we in verbinding zijn met onze leidinggevende, met onze collega's en met ons thuisfront. Ervaren we van hen voldoende steun of hebben we het gevoel er helemaal alleen voor te staan? Een voorbeeld. Als uw leidinggevende u een stapel werk aanbiedt en wat norsig zegt dat dit binnen een uur klaar moet zijn, zult u waarschijnlijk veel werkdruk en mogelijk werkstress ervaren. Als de leidinggevende echter met diezelfde stapel naar u toe komt en aan u vraagt hoe u samen met hem deze stapel werk binnen een uur weg kan krijgen, ervaart u dat direct anders. Uw leidinggevende is met u in verbinding en de stapel werk wordt eerder een uitdaging dan een bedreiging. Als deze 3 energiebronnen in voldoende mate in het werk aanwezig zijn, zult u niet of nauwelijks werkdruk en werkstress ervaren. Het is dus voor u van essentieel belang om hieraan te werken en dit binnen uw werk goed te organiseren. Het voorkomt niet alleen werkstress, maar het geeft dus ook veel meer werkplezier.